Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending weer. Ik ga zelf even weer alles klaarzetten en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Ik ben er weer om wat nieuwe spulletjes te laten zien. Het nieuwste van Stamperia is bij ons binnengekomen. Het is een superleuke collectie en die wil ik gewoon graag eventjes aan jullie laten zien. Of het vandaag een hele lange uitzending wordt, dat weet ik nog niet. Dat ligt eraan hoe snel ik door alle materialen heen gaan. Maar we zullen zien, het is best veel leuks wat binnen is gekomen, dus we gaan het zien. Even kijken, volgens mij heb ik mijn geluid nog niet helemaal uit. Ik heb alles nu klaarstaan. Ik zie jullie reacties. De eerste komen al binnen, gezellig. Nou, het is hier wel vrij warm. Dus ik hoop dat ik het een beetje volhou in de hitte. Nee, dat komt helemaal goed. Ja, mijn beeld is nu wel goed. Het was net een beetje wazig. Nou, de eerste zijn er allemaal binnengekomen. Hartstikke leuk. Ik wacht nog heel eventjes en dan gaan we zo meteen van start. Nou, ik zie alweer allemaal bekende namen. Christine Nieuwenhuis, Marieke van Houwelingen, Marie Albertina Johanna. Het is echt hartstikke leuk om elke keer weer al die bekende namen te zien. Nou, Hanny Looy. We zien heel veel vaste kijkers, nieuwe kijkers. Het is echt super leuk en we waarderen enorm dat jullie elke keer de moeite nemen om te kijken. Het is voor ons ook best wel een dingetje om het allemaal te organiseren, om het klaar te zetten en zo. En als je dan toch elke keer van die trouwe kijkers hebt, dat is toch wel voor ons stimulerend om door te gaan. Dus echt, dank jullie wel allemaal. Hartstikke leuk. Nou, ik heb er een kopje thee bij. Eigenlijk had ik beter gewoon ijskoud water kunnen doen. Maar gewoon doen wat je normaal ook doet, daar blijf je het beste bij met deze hitte, zeggen ze altijd. Nou, Rianne Leverink is er nog bij. Agnes Leg. Nicole Menten zie ik voorbij komen. Nou, superleuk. Ik ga gewoon gezellig van start. En wie dan later nog binnenkomt, die kijkt het begin maar eventjes weer terug. Wat is er nieuw binnengekomen? Nou, diverse kerstlijnen en een winterlijn van Stamperia. Ik laat het gewoon even stap voor stap zien. Ik had hier nu even alle spulletjes liggen. Ik laat het nu eventjes stuk voor stuk zien. Nou, dit is een nieuw paperpad. De Pink Christmas. Echt superleuk. Wat zal ik laten zien? De grote of de kleine? Nou, ik begin gewoon met de kleine. En de kleine, daarmee bedoel ik dan... Oh, die plakt wel heel erg vast. Dus jullie kunnen nagaan dat ik dit nog niet open heb gehad. Ze hebben goede tape daarin. In Italië. Oh, ik zie ze hebben net bij ons airco gebracht. Lekker cool. Ja, thuis heb ik ook een airco. Dat is heerlijk vertoeven thuis. Maar in de winkel is het ietsjes warmer. Dus ik had helemaal geen last van de hitte. Maar hier is het ietsjes warmer. Nou, we gaan gewoon van start. Dit is dus de Pink Christmas. Paperpad is 20-3 bij 20-3. Dus dat is de 8 inch bij 8 inch, zeg maar. En het is 190 grams papier. Aan de achterkant zitten hele gave elementjes om erbij te verwerken. Dus hele leuke labeltjes zitten erbij. Er zitten kaartjes bij die je dus als basis voor je kaart kunt gaan gebruiken. Ik ga even kijken of ik alles in beeld heb. Volgens mij ietsjes verschuiven. Ja, op deze manier is het goed. Aan de achterkant dus wat effen labels die je ook kan gebruiken. Deze is ook gaaf. Het zijn wel hele mooie kleuren. Nou, ik vind dit ook leuk om te doen, om dit soort lives qua nieuwe producten, zeg maar. Ja, dan kan ik jullie toch iets meer vertellen erover en het jullie ietsjes beter laten zien. Zo, ja, via foto's is zo lastig. Deze rondjes zijn ook gaaf. Ook leuk om daar nog weer een shaker blister overheen te doen en dan schutmateriaal erin te doen. Oeh, dit is ook wel heel erg mooi. Nou, aangezien dat plakband heel moeilijk weer dicht ging, of open ging,
denk ik dat dat bewust gedaan is. En dan denk ik dat Janine dit ook maar moet gaan gebruiken. Want dit is wel een hele leuke lijn. Hier zit ook een heel leuk envelopje nog weer bij. Een leuk kaartje wat je ergens bij kunt doen. Postzegeltjes erbij. Dus er zit gelijk decoratiemateriaal in. Superleuk. Oh, deze is ook mooi. Maar deze hoef je niet eens voor de kerst te gebruiken. Volgens mij staat er niks kerstigs op. Nee, dus dit vel kun je ook nog gewoon universeel gebruiken. En als je goed kijkt, deze is ook niks kerstigs. Dus je kunt hem voor kerst gebruiken. Maar je kunt hem ook gewoon neutraal gebruiken. Deze ook is ook gewoon neutraal. Dit zou je ook neutraal kunnen gebruiken. Dit gedeelte ook. Dus je kunt hem zowel voor de kerst als voor gewoon gaan gebruiken. Nou, dat is wel helemaal tof. Dan weet ik zeker dat ik hem mee ga nemen. Oh, deze plaatjes. Oh, kijk eens hoe leuk. Nou, dit is wel echt een hele leuke lijn. Nou, wat dit voor moois is, dat vraagt Tineke Joren. Dit is dus het paperpad van Stamperia. En die hebben wij dus in 20,5, 20,5. En we hebben hem ook in 30,5, 30,5. En dan zijn de plaatjes dus allemaal iets groter. Maar in principe zitten dezelfde dingen erin. Deze is 10,95. Dat is de grote. En in de grote zit dus... even kijken, 10 vel dubbelzijdig designpapier. Oh, even voorzichtig dit afhalen. In die van 20,5 bij 20,5, daar zit in ook 10 vel dubbelzijdig designpapier en die zijn 6,50. Dus dan hebben jullie even een idee qua prijs. Nou, wat hebben wij nog meer bij die lijn? Bij die lijn hebben wij ook de cards. En die rondjes nog weer extra los erbij gedaan. Dus die kun je nog weer los bijbestellen als je denkt van... Nou, ik gebruik dat soort plaatjes veel meer. Dan is het verstandig dit extra gelijk bij te bestellen. Want dat gaat gewoon hard. Op een gegeven moment zijn er kleine plaatjes op. Je hebt nog designpapier en dan kun je er niks meer mee. Dus... Ja, het kan zijn dat hij lijkt op die wat je eerder hebt gekocht. Het kan zijn dat hij nu opnieuw is uitgebracht en dat er nu allemaal elementen bij zijn gekomen. Dat zou kunnen, Tineke. Nou, er zit een heel leuk set bij met de die-cuts. Ik ga ze niet allemaal opentrekken. Misschien dat ik deze wel meeneem, dat weet ik nog niet. Maar anders dan heb ik straks alles open liggen. Zo'n set kost €4,50 en daarin zitten 49 elementjes. Dus hier zitten echt super mooie elementen in. Een hondje, tekst, Merry Christmas, poes is het, sorry. Nou, rendier zit erin, het konijn zit erin. Wat hebben we daar nog meer bij? Daar zit ook nog adhesive chipboard bij. Adhesive chipboard betekent dus gewoon dat het chipboard is waar al een plakrandje achter zit. Ook hele leuke labeltjes. Een kerstboom. Een tekst with love. De eekhoorntjes erbij. Holly Jolly. Nou, Santa Claus op de slee. Super gaaf. Zo'n set met chipboard kost €2,85. En dit is op het formaat van 15 bij 30 centimeter. De producten staan inderdaad al bij de nieuwe artikel of bij de Facebook Live van vandaag in een aparte groep. Dan hebben we bij deze lijn ook nog twee hele leuke velletjes met rijstpeper. Nou, jullie weten wel, ik ben echt helemaal weg van rijstpeper. En dit is dus super tof. Ik laat ze even ietsjes aan die zien. Dit is niet de Sweet Christmas, maar de Pink Christmas. Dan hebben wij nog een kerstlijn. En dat is de Classic Christmas. Ook daarbij hebben wij dus het grote paperpad. 10 vel dubbelzijdig voor €10,95. En de kleinere... Die is ook 10 vel dubbelzijdig en die is €6,50.
Nou, dit soort dubbelzijdig tape zouden wij ook moeten hebben voor onze mini-albums. Dan weet je zeker dat het gewoon goed vast zit. Ja, volgens mij is dit ook een lijn die zeg maar opnieuw is uitgebracht omdat er weer allerlei elementen bij zijn gekomen. Dus dit is de Classic Christmas. Kijk, ook hierbij weer hele gave labels en hele leuke plaatjes. Nou, ik ben zelf altijd heel erg blij met ook kerst in gewoon de traditionele kleuren. Ik vind dat nog steeds erg leuk om te doen. Dit is ook heel erg leuk om in planners te gaan verwerken. Ja, ik ben zelf, ik denk heel veel in planners, sorry. Maar ik vind dat gewoon heel erg leuk. Dit is ook voor een december daily of zo erg leuk. Want dan kan je ook al die elementjes erbij gaan gebruiken. Nou, iets te laat, zegt Miranda Pulles. Alsnog welkom. De eerste collectie kun je zo nog even terugkijken. Het filmpje komt later wel weer op ons YouTube-kanaal te staan. Ik heb nog niet zo heel veel laten zien. Dus deze kaartjes ook, ja. Ze zijn gewoon super leuk als basis van je kaart. En daar kan je gewoon zoveel mee doen. Of gebruik je die leuke met een tekst erachterop. Of als jij dus echt met een December Daily wil gaan werken. Dan is het heel erg leuk om hier je teksten op te gaan schrijven. Wat je bijvoorbeeld die dag hebt gedaan. Mocht je deze lijn al hebben gehad en je hebt er al voorbeelden mee, show ze gerust nog een keer weer in onze groep, want het is hartstikke leuk om elkaar hiermee te inspireren natuurlijk. Nou, deze elementen kan je ook zeggen van die knip ik allemaal uit, dan heb je hele leuke kleine decoratieplaatjes. Ja, ik hou daar wel van het knipwerk, maar het is natuurlijk een ieder voor zich. De een houdt wel van knippen, de ander niet. Deze labeltjes ook weer super gaaf. Dit is ook een leuke pagina. Ja, dit is echt superleuk. Even kijken. Oké, ik ben om. Ik snap dat jullie kerst in de zomer ook leuk vinden. Ja, Marit, kerst is in de zomer helemaal hot. En zeker nu met deze temperaturen is het misschien gewoon... als je met je hoofd al in de kerst zit, misschien dat je dan ietsjes koeler wordt weer. Nou, superleuk Tineke dat je wilt showen in onze groep. De voorbeelden met deze lijn. Nou, de labelvellen hebben we ook gewoon weer extra erbij gedaan. Is ook heel erg leuk als basis voor je kaart. De losse cirkels hebben we ook weer extra erbij gedaan. Ik vind dit gewoon echt leuke dingen om een shaker gedeelte van te maken. En deze grote plaatjes hebben we extra. Dus dit is wat we aan extra papier hebben van de Classic Christmas. En daarbij hebben we dus ook weer het chipboard. Het chipboard is 33 elementen deze keer. Is dus adhesief, dus met een plakrandje. Jammer dat er maar één in zit. Ja, ze kunnen er twee in doen, maar dan ben je dubbele van het bedrag kwijt. Dus het is maar net wat je zelf wilt en niet iedereen wil alles twee keer hebben. Dus vandaar dat ze het gewoon één keer erin hebben gedaan. Ook hierbij hele leuke decoratie-elementen allemaal. Een huisje. Als het goed is, tenminste dat vermoed ik, staat er in de webwinkel nog wel een... Een extra afbeelding bij, waarbij dus alle elementen zichtbaar zijn. Tenminste als het goed is. Ik heb het er zelf niet opgezet, dus ik zal het nog eventjes na gaan kijken. Inderdaad, als je een beetje nieuw hiermee bent, dan is het inderdaad raar dat kerst gewoon in nu deze tijd al is. Maar als je eenmaal weet hoeveel mensen nu al met de kerstkaarten bezig zijn. En als je weet hoeveel kaarten sommige mensen moeten maken. Ja, dan is het gewoon wel logisch dat het nu al begint. Dan hebben we ook de rice papers. Deze keer is er maar eentje bijgekomen. En volgens mij staan er ook nog wat rice papers al in onze webwinkel. Ook van de kerst. Die dus prima te combineren zijn met deze. Dus dit is de Classic Christmas. Nou, welke lijn wel echt helemaal spiksplinternieuw is,
Dat is de Winter Tales. Nou, die ga ik ook even rustig aan jullie laten zien. De Winter Tales. Oh, ik zie dat we daar geen los groot vel van hebben. Of tenminste, die heb ik niet gekregen. Ik laat ook hiervan weer de 20,5 bij 20,5 zien. Nou, dit maakt wel even heel veel herrie. Sorry, als ik dat van tevoren had geweten, dan had ik dat al eerder even gedaan. Dit is een hele gave, de Winter Tales. Nou, ik hou ook wel echt van blauw. En die tintjes zijn gewoon super gaaf. Kijk toch eens. Sweet Time Winter Tales. En wat daar staat, dat kan ik zo niet lezen. Nou, die fairy zou je ook nog los uit kunnen knippen en ergens anders weer op kunnen gaan gebruiken. Ook hele leuke quotes er allemaal bij. Even kijken, er zitten er een paar in het Italiaans bij, geloof ik. Nou ja, die gebruiken we dan maar niet. Maar de andere zijn allemaal Engels. Oh, dit is wel heel tof hoor. Ook de designs zijn gewoon super gaaf. Nou zie ik dat ik hier even iets bij moet pakken. En dat laat ik dan zo zien. Kijk, want wij hebben ook namelijk wat twee nieuwe mask stencils op het formaat van 20,5 of 20 bij 25 centimeter. Kijk, en dat is exact hetzelfde design. Dus als je zegt van ik wil ook nog gaan werken met rijstpeper, structuurpasta erbij en dat soort dingen. Kijk, dan is het heel erg leuk om deze mask stencils erbij te gebruiken. Dit zijn wel twee verschillende. Deze heeft wat, ze lijken zo op camera vrij veel op elkaar. Maar het heeft te maken met het patroontje, zeg maar. Dus je kunt het wel zien hoe de ene uitpakt en hoe de andere uitpakt. Als je snel kijkt, dan lijkt het net alsof het twee dezelfde zijn. Maar het zijn dus wel twee verschillende. Die mask stencils kosten overigens €4,95. En dat is dus voor het formaat van 20 bij 25 centimeter. Nou, verder met mijn boekje, want ik was even afgeleid door dat patroontje. Oh, dit is ook gaaf. Kijk toch eens. Deze kaartjes. Nou, ik vind het gek dat ik die kaartjes niet extra los erbij heb. Ik dacht dat die ook besteld waren, maar dat houden jullie dan even van mij te goed. Oh, dit is ook gaaf. Nou, weet je, ik zou zoiets al bijna gewoon los in een planner plakken. Dat ik bijvoorbeeld deze pagina alleen pak en dat ik de andere pagina ga decoreren. En dan heb je het gewoon zo... Ja, heb je het zo klaar? Of hier alleen al een leuke tekst op doen? Want weet je, een planner, dat maak je eigenlijk om je gedachten leeg te maken. Dus je hoeft het niet alleen voor kerstkaarten te maken, niet compleet te maken. Soms gaat het er ook gewoon om met knutselen dat je gewoon even een half uurtje iets aparts doet, zeg maar. Even je hoofd leeg maakt en dan is zoiets gewoon ideaal. En je hoeft ook niet altijd alles te laten zien in de groepen. Janine, kan ik vast doorgeven om apart te leggen voor eind oktober? Dat kan wel, maar dan zou je er gewoon een order voor moeten plaatsen en de order ook moeten betalen. Want anders dan wordt het niet van ons voorraadsysteem afgeboekt. Wij kunnen helaas niks meer gewoon zomaar achteruit leggen. We zijn heel erg bezig met automatisering. En dit is dus iets wat niet meer kan, dat orders gewoon apart gelegd of materialen apart gelegd kunnen worden. Deze is ook leuk om bijvoorbeeld een Lavinia stempel voor te stempelen. Heb je ook al gelijk weer een kaart klaar. Ik vind deze wel echt leuk. Ook die bloemen, nou die zou ik dan allemaal gewoon lekker los uit gaan knippen. Deze plaatjes ook, kijk toch eens. Oh, ik zie dat die die-cuts inderdaad met een plaatjesoverzicht erbij staan in de webwinkel. Dankjewel Zanoni voor het nakijken. Oh, deze fairies ook. Super gaaf. Nou,
Dit is echt wel een hele leuke lijn. Deze is dus wel echt gloedje nieuw. Dat is de Winter Tales. Nou, bij de Winter Tales zitten ook weer de hele gave die-cut elementen. Love is around us, Winter Tales, dreams come true. Nou, je hoeft het niet voor een winterkaart. Je kan het ook combineren met iets anders. Superleuk. Ja, de die-cuts weer erbij. Dit is ook leuk. Nou, hierin zitten 43 die-cuts voor €4,50. Dus het valt echt nog mee wat dit kost, zeg maar. Het is gewoon echt van dat, ja, stevige chipboard. Gewoon super materiaal. En deze dus die voorzien zijn van een achterkantje. Hier zitten er 22 in. Of een sticker. Een stickervelletje zit erachter, zeg maar. Wat hebben wij hierbij nog meer nieuw? Oh, ik ga nog eerst mijn thee opdrinken, want anders heb ik wel ijsthee. Een hele gave met rondjes. Super gaaf. Oh, nou kriebelt het bij mij ook gewoon echt weer om aan de slag te gaan. Hè? Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Maar als ik zo met die lives bezig ben, dan ondertussen dan, ja, wordt mijn creatieve brein gewoon zo weer geprikkeld dat ik echt behoefte krijg om te gaan knutselen eigenlijk. Ja, goed, het moet nog even wachten. Deze is ook gaaf. Erg mooi. Ook leuk met zo'n jellyplate achtergrond. Dus gewoon de achterkanten afhalen. Op een jellyplate achtergrond. Sorry. Op een jellyplate achtergrond gaan plakken. Echt heel mooi. Deze is ook erg mooi. Nou, ijsthee. Ik hou wel van gewone thee. Maar ijsthee vind ik echt niet lekker. Kan ik niks aan doen. Dat is iets wat, ja, daar hou ik niet van. Deze is ook gaaf. Ook leuk om dat kasteel gewoon ergens los op te verwerken. En dan die dame er weer los voor gaan doen. Oh, gaaf. Of gewoon alleen een beetje, ja, sneeuwpasta hierop doen. En je hebt al een pagina klaar. Gewoon gaaf. Deze kaartjes ook super tof. Deze is ook erg mooi. Nou, deze hoef je echt niet per se voor de winter te gaan gebruiken. Wil je hem niet voor de winter, haal dit gedeelte van Winter Tales. Plak daar wat anders overheen. En je hebt hem gewoon universeel. Dus het kan overal voor. Deze ricepapers zijn dus allemaal op het formaat van A4. En die kosten €1,95 per stuk, geloof ik. Er staat geen prijs op, maar ik weet wel bijna zeker dat het €1,95 was. Nou, dat was dus de lijn Winter Tales. En nu gaan we naar nog een leuke lijn. Want ik heb nog meer leuks. En daar ga ik ook weer even de spullen voor apart leggen. En dat is namelijk de Arctic Antarctic. Nou, ik vind hem zelf super gaaf. Deze heb ik stiekem zaterdag al wel vast eventjes naar huis laten komen, deze vape-petjes. Ik heb ze nog niet open gehad, moet ik zeggen. Maar ik heb er al wel twee om een mini-albumpje, denk ik, mee te gaan maken. Van deze lijn ook gewoon. Die zag ik in de webwinkel en ik dacht, die moet ik hebben. Wat ik er precies mee ga maken, weet ik nog niet. Maar we zullen zien. Nou, ik denk dat ik er maar eventjes weer eentje terug moet doen naar de winkel van bij mij thuis. Want deze verpakking overleeft het niet meer. Dat zit zo vast dat dat gewoon kapot scheurt. Deze is ook weer 10 vel. Verkrijgbaar in 30,5 bij 30,5 en 20,3 bij 20,3. De Arctic Antarctic. Kijk toch eens. Dit is toch gaaf. Nou, ik vind het wel een klein beetje jammer dat er een aantal teksten in het Italiaans zijn. Daar hebben wij dus niks aan.
Ja, goed, wie weet. Ik denk dat ik maar eens een mail ga sturen of ze het niet gewoon allemaal in het Engels willen doen. Want dat is toch wel een stukje mooier voor ons. Maar wat we wel kunnen doen is er weer iets overheen plakken. Of daar verzinnen we wel weer wat op. Deze polarbeer ook. Oh, cool. Echt heel gaaf. Ik vind dit ook leuk om dit bijvoorbeeld in een art journal te gaan verwerken. Gewoon het papier zelf voorzien van een beetje transparante gesso. En je kan er nog weer met allerlei materialen overheen gaan werken. Oh, dit is ook tof. Oeh, echt zo'n ja, berenvacht meer. Gaaf. Nou, ik heb deze dus ook nog niet open gehad. Dus ik kijk gewoon met jullie mee. Ik heb hem al wel thuis, maar niet open. Nou, Nederland zullen ze sowieso niet doen, want het is een Italiaans merk waar dit vandaan komt. En dat is gewoon niet haalbaar voor hun om het gewoon in het Nederlands te gaan maken. Nederland is gewoon maar zo'n kleine markt wat dat betreft. En ze verkopen alles internationaal. Dus verkooptechnisch is dat niet interessant voor hun. Deze ook gaaf. Ja, dit is echt een toffe lijn. Die pingwings ook. Oh, ik hou hiervan. Is het niet in het Hongaars? Het komt uit Hongarije. Nou, Stamperia die gaat vanuit Italië. Dus het is Clama la vida e las lindes del mundo. Nou, ik zal het vast niet goed uitspreken, maar dit lijkt mij ook wel vrij Italiaans eigenlijk. Of La differenza tra quello che c'è e quel che vorresti. Nou, het is een stukje over de grens, maar ik kan geen Italiaans. Maar ik denk dat dit wel echt Italiaans is en niet Hongaars. Dit ook. Oh, ik vind hem echt mooi. Ik vind hem wel kosmosachtig. Of ligt het aan mij? Nou, kosmos vind ik wel weer een andere lijn hoor. Ik vind dit wel. Ja, het heeft misschien wel iets van elkaar weg. Maar ik vind hem wel anders. Ja, inderdaad. Pizza erbij achter, Miranda. Dat is. Maar ik vind het wel Italiaans. Deze ook super gaaf. Oh. Echt mijn handen jeuken weer, dames en heren. Dit, weten jullie dat het voor mij gewoon net zo verslavend is als voor jullie om gewoon dit soort dingen te gaan bekijken? Het is gewoon ja, een feestje om dat allemaal te zien. Deze ook, oh, ik vind dit echt heel gaaf. Super. Nou, we hebben de elementen of die cirkels, die hebben we dus ook wat groter. Ook die aardbol is ook erg leuk. Wereldbol. Super gaaf. Nou, deze gaat dus gewoon mee naar huis. Dan hebben we daarbij ook weer de chipboard elementen. Deze met de stickers. Dus hier zitten aan de achterkant stickers. Nou weet je, deze lijn gaat sowieso mee. Dus ik zal het jullie bij deze even laten zien. Nou, we gaan er gewoon even eentje uitdrukken. Maakt niet uit welke. Kijk, maar als je deze dus eraf haalt, dan zit hier al een stickerlaagje achter. Dus dit zijn allemaal al stickers. Oh, Miranda Pulles, ik wilde de Minte Kerstkind wachten, maar nu weet ik het niet meer. Ach, dan begin je gewoon met dit en wie weet tegen die tijd heb je al zoveel hiervan op dat je weer zin hebt in iets anders. Ja, kunnen we het papier nu uit de computer halen? Als dat zou kunnen, dan had ik het zo met jullie gedeeld, dames. Dit is echt te mooi. Oh, kijk toch eens. Stoer. Iglo erbij. Van die schelpen erbij. Deze rondjes. Het zeewier. De, ja, wat zal het zijn? Orka. Echt heel gaaf.
Seek adventures that open your mind. Nou, die hele gave envelop. Travel memories. Oh, die pinguïns. Nou, jullie zien wel, daar zitten echt veel elementen in die setjes. Oh, Miranda Pulles bedoelde kerstlijn. Ja, ik denk ook al kerstkind. Geen idee. Ik heb de namen van de lijnen niet helemaal nog bekeken. Maar ja, Minté komt inderdaad volgende maand ook nog met nieuwe lijnen. Komende tijd komt er weer heel veel gaaf spul uit. Gaaf hè, die boven. Echt, ja, super. Nou weet ik gewoon echt niet waar ik dan het eerste aan moet beginnen, hè. Dan wil je wel gewoon gelijk alles maken. Roundabout the North Pole. Nou, super gaaf. In dit set zitten dus 45 elementen. Er staat in de webwinkel ook bij elk setje wel bij hoeveel elementen erin zitten. Dus er zit echt veel in. Zo. Dit gaat eventjes apart. Dan moet ze straks even afboeken. Dat gaat met Janientje mee naar huis. Ja, omdat ik deze lijn al zo gaaf vond toen we hem gingen bestellen, heb ik er uiteraard ook de andere elementen nog bij besteld. En dat zijn de mask stencils. Kijk eens, dit is toch tof. Ik vind ze echt heel mooi. Ik hoop dat jullie ze ook leuk vinden. Ook deze zijn dus weer op 20 bij 25 centimeter. Het is gewoon het stevige materiaal van 0,5 hupplepup. Ik weet niet, het is geen, dat is gewoon het, de aanduiding van zeg maar dat plastic. En die zijn €4,95. Dat is echt super gaaf. Nou, daarbij hebben we ook de stempels genomen. Er zitten hele gave teksten op. En dit zijn dus gewoon rubberstempels, dus van die dikke stempels. En rubberstempels, dat vind ik altijd heel erg prettig stempelen. Want rubberstempels kan je gewoon gedetailleerder mee stempelen. En met clear stamps heb je nog wel eens dat als je te hard drukt, dat het, als het ware, dat je te hard drukt, dat je dingen te vet worden. En dit is dan wel heel erg, dit stempelt gewoon gedetailleerder. Als ik kan kiezen altijd tussen de stempels, clear of rubber, dan gaat mijn voorkeur toch echt altijd naar de rubber. Dan zit daarbij een heel gaaf stencil voor de soft mold. Of nee, dit heet een soft mold, maar dat is dus voor de klei. Hier kan je dus klei in doen van die cream paste. En dat kan je er overheen doen. En cream paste, dat is ook een soort klei, alleen dan flexibel. Dus je kan het ook nog weer stukjes eraf gaan scheuren. Rihanna heeft daar al een keer een live mee gedaan. Dat cream paste kan je met allerlei materialen gewoon weer op kleur brengen. Dus super leuk. Echt, ja, heel tof. Nou, speciaal voor Miranda Pulles hebben we nog meer wolven. Kijk eens, dit is het rice paper. Gaaf toch? Of als je iets... dit kan je bijvoorbeeld ook doen als je mindful bezig wil gaan. En je hebt een leuke quote over dat je wilt zijn als een wolf. Of zo sterk zijn als een wolf. Of iets in die trend. Ga je op de computer of iets dergelijks gewoon zelf een leuke quote bijmaken. Waarvan je denkt van nou, dat slaat weer op die wolf. En dat plak je erop, een klein beetje op de achtergrond. En je hebt voor jezelf je gedachten weer op papier gedaan. Dus ik vind hem super leuk. En er bestaan vast ook wel leuke mindful quotes, grappige quotes. Iets in die dergelijke trend voor pinguïns. Nou, super leuk. Deze ook, ja. Of wat je met deze ook kan doen. Kijk, nou gaan mijn gedachten zeg maar gelijk weer een beetje verder.
Ik ben altijd een beetje richting mindful aan denken en alles. Maar je kan deze pagina dus ook weer zien dat je wordt gedragen door iemand. Dat je het niet altijd alleen hoeft te doen, maar dat je ook op de rug van iemand anders mee kan gaan. En daar zou je dan ook weer een leuke quote over kunnen gaan doen. Dus het hoeft helemaal niks te maken te hebben met de Noordpool of iets dergelijks. Maar je moet daar gewoon zelf in één keer iets in zien. En dan je hart eigenlijk laten spreken en dan denken van, hé, maar dat slaat op mij en op die manier wil ik mijn gedachten op papier gaan zetten. Nou, dit zou voor mij dus een hele mooie zijn om inderdaad zoiets met deze pagina te gaan doen, dat je het niet altijd alleen hoeft te doen. Dan hebben we bij deze ook nog rijstpapers in het formaat van A3. En dit is een hele toffe van de wereld. Nou, Travel the World, kan je van alles mee gaan doen. Ook leuk om een klein stukje op de achtergrond ergens bij te gaan verwerken. Hij past niet eens helemaal in beeld. Maar deze is dus op A3 formaat en die kostte geloof ik €3,25. En de laatste in deze serie is de gave met de, Nee, ik weet niet hoe dit dier precies heet, dus ik waag me daar maar verder niet aan. Deze is dus ook A3 formaat. Nou, kan je ook gewoon kleine gedeeltes van gaan pakken. Ik vind hem echt te gek. Dan in principe heb ik alles uit de lijnen een beetje laten zien. Dan hebben wij ook nog een hele leuke stempel genomen met wat script. Die vond ik ook wel erg leuk. Oh, het was een walvis. Ja, ik ben daar niet zo heel goed in, dames. Dus ik vraag maar gewoon hulp aan deskundigen. Dit is ook nog weer zo'n soft mold. Deze hoort bij de serie... Geen idee. Maar ik vond hem gewoon erg leuk qua teksten. Dus die heb ik meegenomen. Nou, er zegt iemand een bultrug. Ik heb geen idee. Hoe plak je rijstpaper vast? Juliette, dan zou je even moeten kijken naar wat oudere filmpjes. Want er staan al heel veel filmpjes op onze YouTube hoe je kunt werken met rijstpapers. Maar je plakt het vast met een soort Mod Podge. Ik werk zelf altijd met gel medium. Ja, Jannie, alles staat al in de... Oh. Meen jullie dat nou echt? Heb ik daar zo overheen gekeken? Oh, ja. History of the Wheel. Nou, het... Ik ben dus erg goed in lezen, blijkbaar. Ik denk dat het de hitte is. Zullen we het daar maar op houden, dames? Dan hebben ze ook de stempel van Alice in Wonderland weer opnieuw uitgebracht. Want volgens mij is er deze al geweest, maar hij is in ieder geval nu weer leverbaar. Formaat van deze is 14 keer 18 centimeter. En dat zijn dus allemaal verschillende stempels die passen erg gaaf bij de lijn van de van Alice in Wonderland. Dan, in principe had ik alles gehad, dachten jullie. Maar ik heb nog iets leukers. Ik ga ondertussen even een slokje drinken. Ik heb ook nog koud drinken. Zo. Met dit weer moet je goed drinken. Bij die Antarctic lijn hebben ze ook drie soorten pasta uitgebracht. Ze hebben de Arctic Snow, de Arctic Ice... en de Arctic Flakes. Nou, in de webwinkel kun je niet zo heel goed zien wat het allemaal is. Dus ik laat het jullie eventjes zien. Deze potjes kosten allemaal €5,95. En ik heb ze voor jullie vanmorgen even in een heel snel tempo even wat meegemaakt. Nou, het is niet goed te zien. En ik ga ze zo meteen ook eventjes beter laten zien. Nou, wat is dit? Dit is bijvoorbeeld de... Ice. Daar ga ik mee starten. Ik heb even mijn eigen potjes ook meegenomen, want ik denk die zijn open geweest. Dit is de ice. En
Er zit een beschermhoesje op. De ice is een soort, ja, glitterpasta. Ik heb gevraagd of ze mij een papiertje willen pakken. En kijk, jullie kunnen het wel zien. Het is een soort, ja, hoe zal ik het zeggen? Gewoon glitterpasta. Een soort, ja, hoe heette dat toch? Stikkelsachtig, zeg maar. Gewoon die glitters van vroeger in dat potje. Alleen is het nu dan echt een soort gel medium geworden. En je kan dus heel leuk met mask stencils mee gaan werken. Dit is dus transparante glitters en daar kan je in een mask stencil mee werken. Je kan het gewoon los als structuur ergens op aanbrengen. Of je kan het nog gaan vermengen met die flakes. Nou, ik heb dit gewoon eventjes in het zonnetje gelegd, dus het was heel snel droog. Dat wil met deze temperaturen wel. Nou, ik heb nu wat van dat prut tussen mijn potje zitten. Dus doe ook hier gewoon even een plastic zakje tussen. Advies om dat bij alle dingen te doen, een plastic zakje. Want echt, anders gaan dingen uitdrogen. Nou, je kan het gewoon met het spateltje aanbrengen. Wil je gedeeltes wat dikker erop hebben, gewoon een beetje deppen. Je kan het met heat tool drogen of aan de lucht laten drogen. Nou, je hebt dus gewoon een hele mooie glitterpasta op je project zitten. Je kan het ook gewoon, dat je zegt van met de spatel, ik wil ergens wat glitterpasta hebben. Breng het gewoon aan en je kan het een klein beetje overal strooien, zodat je gewoon, ja, wat glittertjes op je achtergrond gaat krijgen. Wat je ook kan doen, dit zijn die flakes. En die flakes, die zijn tof. Dit is als schutmateriaal. Dit is ook van Stamperia. Ik ben nu alles aan het lien. Laten zien van Stamperia. Nou, op zwart papier had ik het misschien kunnen doen, maar ik had zo niet 1, 2, 3 zwart papier bij de hand. Het komt uit een goed hart, moeten jullie denken. Ja, ik kan zo niet zwart erbij toveren, dames. Ik laat het zo in beeld ietsjes beter zien. Hierin zitten dus verschillende soorten flakes. Het is een beetje zilverachtig en witachtig. Ook als, ja, inderdaad, ook voor sneeuw op daken en landschapjes, superleuk. Dus dit is een transparante glitter. Na gebruik wel even je mask stencil goed schoonmaken, want dit blijft er gewoon op zitten. Kijk, die flakes, als je die gewoon op die natte pasta doet, is superleuk. Dit is dus de ice paste. Straks even een plastic zakje ertussen. En dan hebben we ook nog de sneeuw. De snow. Dat is deze. Ik moet even kijken. Deze moet van die kant op. Dit was die van mij. Ik moet even gescheiden houden. Ik ga dit in de bak doen. Dit is de snow. Nou, de snow is ook geen gewone snow. Maar die snow, die heeft dus ook een structuur erin. En misschien dat jullie, ja, een beetje kunnen zien, maar als je er overheen voelt, het is echt een beetje ruwachtig. Ook dat kan je dus echt gewoon met een spateltje aan gaan brengen. Geeft ook een heel leuk effect. Ook gewoon door je mask stencil of ook wat van die flakes erbij op strooien. Nou, ik zal het even laten zien en dan kunnen jullie ook horen dat hier echt een structuur in zit. Kijk, misschien dat het in beeld zo al een beetje te zien is. Er zit een soort korreltjes bij in. Ik denk dat dit zelfs ook nog wel leuk is om een keer langs de randen van je kaarten te doen. In plaats van bijvoorbeeld de gesso. Kijk, horen jullie hem? Er zitten gewoon echt stukjes in. Ook dit kun je eventueel wat deppend aan gaan brengen. Nou, ik heb zomaar even een mask stencil gepakt. Dus dit is niet het meest ideale mask stencil misschien hiervoor. Maar ach, het maakt niet uit. Even schoonmaken.
Nou, ook dit kan je, net als die andere, ook gewoon deppend aanbrengen. Dat je overal een beetje sneeuw gaat maken. Dat vind ik dan wel weer heel leuk. Ook op gewone pagina's. Gewoon overal een klein beetje structuur. En daar kan je ook weer die leuke flakes overheen gaan strooien. Je kan het ook over dit gedeelte gaan doen, maar dan zie je natuurlijk je patroontje niet meer. Dus dan kan je een beetje mee spelen dat je er misschien een paar bovenop doet. Oh, een paar is op zich wel leuk. Kijk maar. Kijk, en dan heb je toch superleuk spul. Het klinkt als betonloekpasta. Ja, het is inderdaad betonloekpasta, maar dan in het wit. Dus dit is voor de sneeuw echt superleuk. Dus de ice is transparant met glitters. De snow is wit met ja, ook glitters en een soort steentje erin. Dus daar zit echt iets bij in wat zo lekker knijstert. Dus dat is de nieuwe pasta. Als het goed is, komt daar morgen weer nieuwe voorraad van. Want ik zag dat die heel erg hard gegaan was. Dus ik hoop dat de levering mee zit en dat het er morgen weer voldoende is. Deze ook super leuk. Dit is bijvoorbeeld ook leuk om gewoon een beetje lijm ergens op te doen en dit er overheen te strooien. Dus het hoeft niet per se met de pasta, het kan ook gewoon met lijm. Nou, dit was alles wat ik wilde laten zien van Stamperia. Ik hoop dat jullie het weer een leuke uitzending vonden, dat ik jullie weer een beetje heb kunnen inspireren. Hopelijk gaat het jullie niet te veel geld kosten. Want het is wel echt weer heel erg leuk. Binnenkort gaan wij hier wel een keer iets creatiefs mee maken. Of in een live uitzending voorbij laten komen. Dat zien jullie vanzelf wel. Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne middag. Iedereen hartstikke bedankt weer voor het meekijken. Morgen is er geen live in onze groep. Morgenavond ben ik om 7:30 live in de groep van Studio Light. Om daar de nieuwe Time to Relax collection van mijzelf te laten zien. Dus morgen bij ons geen live, maar dan moet je om 7:30 in de groep van Studio Light zijn. Ik mag dan ook 2 leuke pakketjes weggeven onder de kijkers, dus wie weet is dat de moeite waard. Woensdagavond is Rihanna er weer en die gaat dan iets leuks maken met mijn producten, dus met de nieuwe Time to Relax lijn. Dus zij is er woensdagavond. Donderdagavond is Els van den Burg om 7:30 in onze groep. En zij laat iets zien met de storybook collection van Elisabeth Craft Design. En aanstaande zaterdagavond ben ik live om 7:30. En dan ga ik ook iets doen met mijn eigen lijn. Wat precies weet ik nog niet. Waarschijnlijk met het rice paper. En dan een leuke art journal pagina. Maar dat is nog eventjes, ik laat mijn creatieve mind al spreken. Jullie zien het wel. Voor nu nog een fijne middag, fijne avond alvast. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!